1-5 Romeo, hier 1-5 Charlie, eyes on target, over. Geen zicht aan de zuidzijde. Roger. Geen zicht, zuidzijde, verzoek Reven inzetten. Roger. De Reven is een mini unmanned air vehicle, speciaal bedoeld voor verkenningseenheden om situational awareness, plaatjes vanaf de grond te laten zien waar mensen direct op kunnen reageren. We erin. We werken met een missie operator en een vehicle operator. De missie operator is als het ware de gezagvoerder. De vehicle operator is eigenlijk de piloot die het toestel bedient. Op het moment dat het grondcontrolestation opgebouwd is en de kaarten geladen zijn, doen we een korte check waarbij we alle flight controls controleren. En op het moment dat de flight controls goed zijn, kunnen we lanceren. En dan gaat de Raven airborne. In Afrika is het heel anders vliegen dan in Nederland. In Nederland hebben we te maken met een vlak terrein. Nederland is gewoon plat. Hier hebben we te maken met een glooiend terrein waarin enkele bergtoppen zitten. Daar hebben we de rekening mee te houden middels hoogtes in ons vliegprofiel wat wij maken. En dat is iets waar we continu alert op moeten zijn. Altitude mode, windspeed van 18 knopen. Wij kunnen zeer heimelijk optreden. Wij gaan enkele dagen voordat de eenheden in het veld gaan al zelf onze inlichtingen verzamelen behulp van de Raven. Een van de mogelijkheden is een covert operatie waarbij we op meer dan een halve kilometer het motortje van het toestel uitzitten en eigenlijk in een zweefvlucht naar ons target toe gaan. Hier kunnen we dan enkele minuten boven blijven zweven waarbij we dan onze beelden genereren. En op het moment dat wij voldoende beeldmateriaal hebben gaan we weer in een zweefvlucht van ons target af. De data die wij gegenereerd hebben met de Raven brengen wij over naar de inlichtingensectie van de 11 Luchtmobiele Brigade. Op het moment dat het beeldmateriaal, foto, zowel video, bij hun bij is, doen wij een analyse op de beelden. Dit is voor de compagnie belangrijk, zodat ze naderingswegen kunnen zien, eventuele targets, maar ook mogelijkheden voor helikopter landing sites. De aanvallen die de Alpha en Bravo compagnie gaan doen, worden door de inlichtingmensen voorbereid op basis van onze beelden, waarbij zij dus de glooiing in het terrein, naderingsroutes, eventuele obstakels in de routes, maar ook de mogelijke targets al een keertje gezien hebben. Dit geeft veel meer beeld en geluid voor de mensen op de grond die nog nooit in het terrein geweest zijn. En op basis van onze informatie hebben ze dus voorkennis en dat is voor ons in het voordeel.